De Kamergenoten beraadslaging spreekt uit dat de uithulling van het dualistisch stelsel door de gevolgde procedure van het kabinet onacceptabel is en zegt het vertrouwen op in dit kabinet. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. Mevrouw Halsema, wil u een vraag stellen, mevrouw Verdonk? Ze ziet er vanaf. Dus. Nee, maar dan moet u kiezen. Of u wil mevrouw... Maar ik sta een beetje te dubben, want als ik het goed begrepen heb, heeft mevrouw Verdonk net een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet ingediend. Eigenlijk zonder daarbij een nadere motivatie te geven. Ik begrijp wel dat het gat van Wilders gevuld moet worden. Maar ik begin toch echt bezwaren te hebben tegen de inflatie van motie van wantrouwen. Ik bedoel, als ik elke keer dat het kabinet een maatregel neemt waarmee ik het niet eens ben en vervolgens een motie van wantrouwen inderdaad... Mevrouw Verdonk. Voorzitter, ik vind dit geen pasgeven. Nee, het is echt wekenlang dat de heer Lammer mij aan het lachen brengt. Wekenlang bent u bezig. Wekenlang spreekt u allemaal als oppositiepartijen uw afkeuring uit over de uitholling van het dualistisch stelsel, over het feit dat de Kamer buitenspel is gezet, over het feit dat de sociale partners eerder om de tafel zaten dan de Kamer. Uitholling van de positie van de Kamer. Allemaal hele grote woorden. En als puntje bij het paaltje komt, bent u niet consequent. Ik ben dat wel. Ik vind het onacceptabel wat hier is gebeurd. En deze motie is de uiting van. Voorzitter, er wordt nou wel plotseling heel hard in mijn richting geblazen en ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt. Overigens bent u de eerste die het instrument van de moties van wantrouwen aan inflatie heeft doen leiden, omdat u namelijk zelf bent blijven zitten nadat er een motie van wantrouwen tegen u was ingediend. Maar dat even daar gelaten. Maar ik begrijp niet waarom je een motie van wantrouwen indient als je het met het kabinet oneens bent en met de coalitiefracties. Dat is toch heel iets anders dan geen vertrouwen meer hebben omdat afspraken geschonden is, er gelogen is. Dat zijn momenten waarop je een motie van wantrouwen overweegt en niet elke keer als je meningsverschil hebt. Want dan is het instrument straks geen biet meer waard en we hebben al niet zoveel instrumenten die nog machtig zijn. Voorzitter, ik sta te kijken van het feit dat mevrouw Halsema, wat er is gebeurd de afgelopen weken, de procedure die is gevolgd, het feit dat de Tweede Kamer buitenspel is gezet door dit kabinet, alle kritiek die zij daarop heeft gehad, dat zij dit bagatelliseert op dit moment, net doet alsof dit de normale procedure is die het kabinet heeft gebruikt. Wat mij betreft is het een veel te grote, een ongehoorde, een onacceptabele inbreuk op ons dualistisch stelsel. Ja, op ons stelsel van parlementaire democratie. En ik neem dat heel serieus en daarom dien ik een motie van wantrouwen in. Dank u wel.